Doe je dit vaker zo door de week? Door de week ook, hè? Ja, ik doe dit wel vaker, ja. Ik doe bijvoorbeeld de Coiffure Awards, jureer ik. Af en toe de Make-up Awards. En nu in het ROC in Almelo. Doe je dat 3 keer in de week, 4 keer in de week? Nee, dit is zo nu en dan een keer. Want mijn werk bestaat natuurlijk heel breed. En het is een klein onderdeel daarvan. Dus het is misschien een aantal keren per jaar. Zo weinig dus? Nou ja, ik heb ook niet meer tijd. Okay. Heb je in je gewone werk alle artiesten, of welke wil je nog graag? Oh, nou, mijn werk is al zo veelzijdig en zo breed, dat ik niet zozeer heb, ik wil een artiest doen. Het is nog steeds leuk wat ik doe. En het is heel erg leuk, het afwisselend wat ik doe. Dan tv, dan knip ik nog steeds, dan is het een celebrity, dan is het voor de camera, achter de camera. Ja, hoe afwisselend wil je het hebben? Mooi, dus je hebt geen speciaal iemand die zegt van, nou, die wil ik graag een keer opmaken. Nee hoor. Nee. Ik doe al de mooiste vrouwen. Geweldig, wat een baan, hè? Ja. Hartstikke mooi. Hey, bedankt. Dankjewel. Hoe heet je? Galieke, snippen. Jij bent degene die gaat kleuren, hè? Ja, make-uppen. Oké. Ja. Is dit voor een examen ook nog een beetje? Is de make-up award, is een onderdeel wat wij verplicht moeten doen eigenlijk. Okay. Ja, dus elk jaar doen we zoiets hier op school. Mooi. Ja, dat is echt leuk. En als je dit nog hebt gedaan, is het dan klaar? Of, Nee, we moeten nog eindexamen doen. Het zit in ons laatste jaar nu. Dus we moeten nog eindexamen doen in het knippen en het kleuren van het haar en zo. Maar ja, dit is gewoon een onderdeel erbij. Oh, doe je ook haar? Ja, ik doe de kappersopleiding. Oké. Ik ben kapster eigenlijk. Ik ben kapster? Ja. En de make-up hoort erbij? Make-up hoort erbij. We doen ook visagie. We hebben ook visagie lessen. Oh ja. Ja. Ben je al wat bijzonders tegengekomen? Ja, ze zijn heel creatief. Dus ik ben inderdaad wel een paar bijzondere projectjes op pad, zeg maar. Maar je bent ook op nieuwe ideeën gekomen zelf, of nog niet? Ik kreeg overal ideeën, de hele dag door. Dus okay. Inderdaad word ik wel geïnspireerd door bepaalde deelnemers, absoluut. Okay. Ja. Mooie dames? Ja, er zitten mooie dames, mooie modellen tussen. Ja. Weet je wat me opgevallen is? Ik heb er nog geen één gezien met bruine ogen. Daar heb ik nog niet helemaal naar gekeken. Ik focus mij aan... Bijna iedereen hier blauwe ogen heeft. Oh, nou, ik ga een rondje lopen, ga ik weer kijken. Blauw. Ik ga kijken. Heel apart. Echte Hollandse dames, zegt ze naam. Oh, dat moet me niet hard zeggen. Die bokaal gaat naar... Alicia. En ze is zo bescheiden, Alicia, daar hou ik van. Alsjeblieft, terecht verdiend. En jullie allemaal hartelijk gefeliciteerd, meiden. Nou, het is een voorrecht voor degene die de dames die ook uiteindelijk weer op te sluiten. En met een verhaal naar huis te gaan. Dames, hoe hebben jullie het ervaren vandaag? Hoe hebben jullie het gevonden? Was het voor jullie de eerste keer om deel te nemen aan de make-up?